Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft de beschikking loopbaanplanning overhandigd aan Margarita Malonti, deken van de districtscommissarissen, en Glenn Swamiprasad, voorzitter van de Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling. De overhandiging vond plaats op woensdag 13 juni tijdens een ceremonie op het hoofdkantoor van het ministerie. Het is namelijk zo dat wat wij vandaag in ontvangst gaan nemen, of wat de minister vandaag aan de bond gaat overhandigen, is een document waar wij zeker 15 jaar om hebben gevraagd als vakbond. Ik heb twee vakbondsleiders, twee collega's, die zich 100% en zelfs 1000% hebben ingezet. Dat is de heer Afjan Kooi. En ik moet vandaag meneer Palmtak, die altijd aanwezig was, verontschuldigen. En als hij vandaag verhinderd is, is het echt dat hij verhinderd is. Want hij zou ook graag hier aanwezig willen zijn. Dit wat vandaag gerealiseerd is geworden, is voor mij een verschrikkelijk bijzonder document en voor de vakbeweging en voor het ministerie. Hetgeen betekent dat de bestuursambtenaren niet meer aan hun lot zijn overgelaten. Er zijn structuren ingebouwd in het handvest en misschien zal de minister daar dieper op ingaan. Maar wat de vakbeweging betreft, ga ik u meegeven dat we het ministerie zeer erkentelijk voor zijn. Het heeft geen geld gekost en de minister zegt van, als het geen geld heeft gekost, waarom moet het nog 15 jaar duren? We hebben een minister. Wij van de vakbeweging, we vechten altijd voor de rechten van de werkende klasse. Maar wat we hebben gemerkt, ik heb ook prettig gewerkt, het moet niet zo zijn om te zeggen, omdat ik vandaag hier sta, om te zeggen dat we niet een goede samenwerking hebben gehad met de vorige ministers. Dat is niet zo. We hebben altijd getracht om de ambtenaren binnen regionale ontwikkeling de plaats te geven als vakbeweging. Meestal wordt het ons niet in dank afgenomen, maar dat is het werk van de vakbond. Je wordt niet betaald. Maar je blijft je best doen en altijd zal er kritiek zijn. Maar vandaag is er een moment aangebroken dat wat wij vandaag bewerkstelligd hebben, dan praat ik niet over de bevorderingen die nu gaande zijn. Maar wat wij vandaag als vakbeweging hebben gerealiseerd op het ministerie van Regionale Ontwikkeling. En dat geef ik de OUDAT alle credit dat hij altijd heeft gezeten met de mensen van de vakbond. En laat me dit niet vergeten om ook mee te geven. Bij de screening, ik heb met zoveel andere ministeries aan tafel gezeten en ook met ministers aan tafel gezeten als CLO. Verschillende onderhandelingen. Maar dat ik één als minister die kan. Hij mag een voorbeeld zijn voor anderen. Ik bekritiseer geen enkel ander ministerie. Ze doen allemaal hun werk. Maar hij heeft met ons hier gezeten, alleen om geen consultants in te huren, om geld uit te geven, heeft hij hier met zijn staf, met zijn juristen, met zijn directie gezeten om te screenen, om tot een goed document te komen. Hetgeen betekent dat hij, ondanks al zijn drukte, en als u mij vraagt, regionale ontwikkeling, ik heb ook 25 jaar mijn krachten gegeven aan het ministerie. Maar regionale ontwikkeling is verspreid over heel land. Ik ben ook blij dat dit document tot stand is gekomen. Alle verwijten naar de DC's toe zal tot het verleden behoren. Het is een handvest. Het is een grondslag van de bestuursdienst waarmee we aan het werk zullen gaan. En de bestuursambtenaren zijn verplicht
om zich te scholen. En het leidt tot kadervorming. Ook de intrede is hierin vastgelegd. Soms krijgen we allerlei verwijten dat mensen in dienst worden genomen afkomstig van de lagere school. En zo gaan we verder. Maar het is nu vastgelegd. Vandaar dat ik iedereen wil bedanken die heeft meegewerkt om dit document die we vandaag in handen zullen krijgen, kunnen gebruiken in de bestuursdienst. Dank aan u allen. Laat me zeggen dat ik heel blij ben dat we dit punt hebben bereikt, dit moment hebben bereikt, waarbij eigenlijk een wens, een behoefte van bijkans 60 jaar die eindelijk in vervulling is gegaan. Omdat de bestuursdienst die documenten die we hebben kunnen achterhalen 60 jaar geleden bijkans zijn gemaakt. Een gouvernementsbesluit van 1960. Dus over 2 jaar zou het exact 60 jaar zijn dat de dienst bestaat officieel zonder handvest. En als je het mij vraagt, is het net een dominee zonder Bijbel of een jurist zonder wetboek. Maar we zien de steeds meer en meer belangrijkheid die de bestuursdienst inneemt in onze samenleving. En de bestuursdienst, de voorzitter van de bond heeft het gezegd, is vertegenwoordigd in alle hoeken van dit land. Het ministerie van regionale ontwikkeling. Daarom zeg ik meestal het ministerie van Suriname is overal. Multi-inzetbaar. En het is daarom op zijn plaats dat degene die arbeiden, ik denk dat weinig ambtenaren, misschien de politie en zo, op alle tijden van de dag uit hun bed kunnen worden gehaald. Bij calamiteiten, de bestuursambtenaren. Soms ben ik persoonlijk met de DC's bezig, 2-3 uur in de ochtend. De laatste tijd weer met die, ook met wateroverlast, andere calamiteiten. 2-3 uur in de nacht, 4 uur, 5 uur, 7 uur ben ik weer met ze. 10 uur 's avonds, you name it. En ik denk dat dat stukje zekerheid, duidelijkheid, moest worden gegeven, ja. Vandaar dat vanaf mijn aanstelling ook we een structureel overleg hebben ingesteld met de bond, waarbij al vanaf het eerste gesprek dat we gevoerd hebben, we gezegd hebben dat wij partners zijn om dit ministerie naar grotere hoogte te brengen. En dat was de drijfveer dat we een heleboel zaken in goed en gemeen overleg hebben kunnen realiseren. De voorzitter heeft het aangehaald, de DC's waren ook hier. We hebben dagen hier doorgebracht in dezelfde zaal. En als u binnen zou stappen, zou u niet weten wie van de bond is of wie van het ministerie is. Dat was de sfeer, dat is de sfeer waarin we dit hebben gedaan. En ik bedank iedereen voor hun inzet. De bond, de musketeers, Palmtak en meneer Avian Koy, natuurlijk de voorzitter en al die anderen die kwamen ondersteunen. Onder directoraat, decentralisatie en districtsbestuur, met name de afdeling WRO, ROW, regionale organen en wetgeving. En natuurlijk ook de ODAT, de directeur en ook de deken en andere DC's. Het is goed wanneer we samen de handen ineens slaan en dat we zulke resultaten kunnen neerzetten. Ik feliciteer iedereen, met name de bestuursambtenaren. En ik wil ook een belangrijk aspect hier aanhalen wat dit document teweeg gaat brengen. Er heerste een stukje chaos. Wat betreft bevorderingen en willekeur. En met dit document
hopen we dat dit alles tot het verleden gaat behoren. Want we hebben nu een houvast en het is duidelijk voor iedereen hoe zaken kunnen lopen. En het heeft niet alleen rechten, maar ook plichten. Want het kan niet zo zijn dat mensen, ambtenaren die bepaalde taken krijgen toebedeeld, dat ze op een bepaalde manier ermee omgaan. Dus het heeft ook rechten, maar het heeft ook plichten en sancties. En we zijn blij dat het tot stand is gekomen. We hopen dat dit natuurlijk ons allen te goede zal komen. En als deel van een heel groot plaatje waarmee we bezig zijn, dat dit alvast een van die puzzels is. En zoals de voorzitter net gevraagd heeft. Die andere twee punten hebben zeker mijn aandacht. Met dat van de BHVP kan ik u zeggen dat we dat zeker 2 weken geleden al in de raad hebben bediscussieerd. En we denken dat we een oplossing zullen vinden daarvoor. Om toch wel de mensen op te leiden, zodat ze beter hun werk kunnen uitvoeren. De verschillende plaatsen waar ze meestal alleen ervoor staan. Maar hierbij met veel trots natuurlijk overhandig ik dit document, reglement en loopbaanplanning bestuursambtenaren. En dit is, laat maar zeggen, het resultaat van uw woeste arbeid en inzet. Gefeliciteerd. Mag ik u bedanken? Nee? Ook gefeliciteerd natuurlijk. Ook aan uw deken, heeft ook gezeten, ja, met ons hier dagenlang, met uw collega's ook. En ik hoop dat dit document, zoals wij hadden verwacht, beantwoord aan de behoeften en verlangens van de totale bestuursdienst. En dat de bestuursambtenaren hiermee een stukje rechtszekerheid kunnen krijgen en dat alles duidelijk is wat betreft hun carrière, hun planning, alles wat daarmee gezegd wordt. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Ja, bedankt minister, ik zal uw boodschap overbrengen aan de rest van de familie. Dank u wel.